Succes allemaal, hè? Dank u wel, mevrouw. Bal netjes teruggegeven en hier is Sebas met de volgende acties daar op rechts. Hier is Frank VD die wat aanvallender gaat spelen, ook met een aardige actie. En dan moet er maar weer eens geschoten worden, dat ontbreekt er een beetje aan. Arsenio! En de keeper en Sebas nog een keertje. Sebas gaat neer, strafschop voor de creators. Hier komt de 4-3 aan. Ik zag hier een penalty in de scheids hoor. Scheids, ik wil niet stoken, maar ik zag wel een penalty. Maar wat doet Luinge? Hij geeft geen strafschop. Maar dit is geen penalty? Ja. Ja, kan dat niet. Je hebt toch een VAR? Die hebben we zeker. Onwaarschijnlijk. Eerst dat schot wat maar half wordt gekeerd. Dan Sebas die hem weg weet te plukken. En Roy die zegt, ja, ik had hem er zo ingeschoten. En dan die overtreding. Ja, dit is een 100% pingel. Ja, dit staat helemaal nergens op. Nee.